Jongens, welkom bij Gamers at Gear, waar we elke dinsdag de laatste tech gadgets en gear bespreken. Naast me zit Tom Kouwenberg. Dit is Peter Bouwman. En we zijn aanbeland bij een keyboard van Cooler Master. Cooler Master. Cooler Master. Master Keys MK750, om precies te zijn. Het met is een, heel veel kleurtjes. Nou, dat is trouwens wel leuk. Dus je zou denken, het is full RGB, 16,8 miljoen kleuren. Nee, het zijn 16,7 miljoen kleuren. Ja, ik weet niet welke kleuren uit dat spectrum zijn gegaan, maar dat is net iets minder. Zo te zien turquoise. Ah, oh, dat was het. Ja. Dat is mijn favoriete kleur, jammer. Ja. Nee, het is wederom een nieuw Cooler Master toetsenbord. En ze zijn een beetje wat andere stijl ingedoken. En ze gaan proberen een beetje in het vaarwater van Corsair te zitten. Met hun K70 modellen. Dus je hebt voor 160, 159 euro om precies te zijn, heb je een mechanisch toetsenbord met bijna alle kleuren van de regenboog. Net 100.000 minder dan veel concurrenten. Maar dus wel het mechanische gebeuren, modulaire kabel, leuke polsteun erbij. En gewoon daadwerkelijk ook nog zo'n mooie lichtbalk die eronder zit. Heel sexy. Oh, wat leuk. Ja, dat doen ze dan ook. Ik vind het vet dat de knopjes paars zijn ook. Ja, je krijgt paarse keycaps meegeleverd. Dat hoeft overigens niet. Je hebt ze ook gewoon allemaal in zwart. Maar precies die toetsen die we nou in het paars erop hebben, dat zijn dus de keycaps die je er in het paars bij krijgt. Want paars is nu een beetje de voorkleur van Cooler Master. Ja, tof. Ik zei het al in de unboxing. Het is wat apart dat ze niet voor, weet je wel, de standaard dingen zijn gaan. Rood met zwart, misschien blauw, heel misschien geel. Dat zijn een beetje je vaste groen. Groen in het geval van Razer natuurlijk ook nog. Xbox. Maar ze hebben zoiets van, we gaan voor paars, want dat is lekker. Oud in the open. Ja. Dat is ook al zo. Hey, wat voor cherries praten we over? Ze leveren hem in met drie verschillende cherries. Dus je hebt natuurlijk de standaard bruine, je hebt de rode. En natuurlijk wat hierin zit zijn de clicky blauwe, die heel veel mensen heel fijn vinden. Ja, want die maken echt herrie. Hè? Als je dan een werkstuk moet maken of een presentatie, dan hoort het hele huisje. Ja, nee, inderdaad. Dat is iets wat je niet het liefst 's nachts doet als je ook nog mensen in de kamer naast je hebt die slapen of zo. Want dat zijn van die lekkere luiden. Maar goed, we hebben het al zo vaak over die cherry switches gehad. Volgens mij hebben we elke soort cherry inmiddels wel een keer behandeld in Games. Ja, maar mensen kijken niet elke aflevering. Dat wil ik dus ook zeggen. Van klik door of, nou ja, ik kan bij deze zeggen, het zijn gewoon hele fijne bewezen switches. Ja, ze zijn niet van zichzelf, ze zijn gewoon echt cherries. Het zijn echt de cherries inderdaad. Ja. Cooler Master heeft geen eigen schakelaar tot dusver. Oké, nou helemaal duidelijk. Hoe ligt die in de hand? Nou, hij ligt op zich aardig onder de hand. Je krijgt gewoon goede stevige keycaps. Die gewoon, ja, nou ja, naar mijn idee is er niks wat echt heel erg snel kapot kan gaan. En ook de body van het ding zelf is gewoon aardig stevig. Dat zijn we gewend van Cooler Master. We hebben notabene nog een video gemaakt waarbij we probeerden een toetsenbord van hun kapot te maken. Dat duurde langer dan wij gedacht hadden. Nou ga ik het niet hiermee testen, want hij is gloednieuw en 160 euro. Maar ik vertrouw Cooler Master wel als het aankomt op gewoon robuuste stevigheid. En persoonlijk vind ik het ook heel fijn in het sowieso stevige gebruik. Dat je dus die kabel, die kun je dus los eruit halen. Is overigens USB-C kabel, dat is ook wel gaaf, op drie verschillende manieren te snoeren. Maar die kan er dus ook uit, waardoor je hem makkelijker mee kan nemen naar LAN-parties. Op drie verschillende manieren te snoeren? Ja, je kunt hem dus links eruit laten komen, rechts eruit laten komen. Gootjes of in het midden, ja, kabelgootjes inderdaad. Klein beetje kabelmanagement mocht je dat fijn vinden. Maar goed, dat hij eraf kan is sowieso, dat zien we eigenlijk iets te weinig, modulaire kabels. Ja. Ik vind dat persoonlijk heel fijn als je mee wil nemen, want je schuift hem zo in je tas. En ook de magnetische polsteun kun je zo hup eraf en meenemen. Als we het over de handligging hebben, moet ik wel zeggen, de polsteun is wat aan de dunne kant. Het is wel een soort van rubber met een klein beetje foam eronder, maar heel weinig. Je ziet bij andere, bijvoorbeeld met Razer, heeft hele dikke polsteunen waar je echt een beetje inzakt. Hier is het gewoon heel recht toe recht aan. Dus dat is waarschijnlijk een smaakkwestie die je even moet overwegen voor jezelf. Ja, oké, dat is de hardware. Dan gaan we naar de software, want kun je deze keys, die moet je natuurlijk allemaal aan kunnen passen. Ja. Naar wat je ook maar wil. Regenboog. Radiaal. Pulseren. Snake erop spelen. Ja. Wat letterlijk kan trouwens. Echt? Ja, daar zit een modus wat in vet. Dat je Snake erop kan spelen. Ja, vind ik leuk. Het is nieuwe software van Cooler Master. Ik moet zeggen, dat zie je ook wel. Die software is wat strakker in hun nieuwe stijl. Maar dan ook wel dat je denkt van, het is nu niet helemaal mooi afgewerkt en alles. Maar tegelijkertijd prima dat die software erbij zit. Maar wat ik persoonlijk heel erg fijn vind aan Cooler Master is ook dat het gewoon met de knoppen te bedienen is. Dus je kunt met je knoppen kun je al sneller gewoon wat dingen instellen. Je kunt wisselen. Je kunt dus ook Snake zo hoppatee op aanzetten. En hij heeft 512 kb onboard memory. Waarmee je dus ook gewoon dingen op het toetsenbord zelf op kan slaan. En dus volledig zonder de software ook naar een andere PC kan gaan. En nog steeds kan zeggen, kijk eens naar het toffe profiel wat ik heb gemaakt. Ja, hij heeft wel weinig extra knoppen. Nou ja, hij heeft een aantal dedicated media buttons. Maar voor de rest inderdaad verder geen gekke nieuwe macro toetsen. Maar die zijn natuurlijk in de software kun je wel macro's en dergelijke instellen. Onder verschillende knoppencombinaties en dergelijke. Dus dat doen ze dan wel prima. Ja, die software, je moet er zelf maar naar kijken. Ik vond het persoonlijk een beetje
basic. En daarom denk ik ook dat het fijner is om het gewoon lekker met de toetsen zelf te doen en de software misschien maar gewoon lekker aan de kant te schuiven. Ja, oké, met de toetsen kun je niet alles laten pulseren zoals je wilt, toch? Nou ja, het schijnt wel mogelijk te zijn, maar het is wel heel veel toetsencombinaties. Ja. Maar dat vind ik ergens ook wel weer vet, dat je hem gewoon overal op aan kan sluiten. Je kunt meteen al circuleren door verschillende kleurtjes zeggen. Nou, ja. Ik wil de wave, maar dan zonder het geel, maar wel met het groen. Dat kan gewoon met tik, tik, tik. Dat je op een LAN-partikel gelijk gewoon dat toetsen, maar gelijk aan de slag, weet je. Dat is het eerste wat je aansluit op een LAN-party. Je zet die PC, die zet je aan en je doet dat toetsenbord erin. Nou, sterker nog, je kunt het ook gewoon in een USB-adapter gewoon ergens anders in denken en het werkt. Bam. Ik ben benieuwd of je ook USB-C op C werkt. Of je hem ook gewoon op je toetsenbord of op je smartphone of zo aan kan sluiten. ik zou het niet weten. Maar ja, nee, het is gewoon een robuust, stevig toetsenbord. Leuk dat ze ook met die lightsaber-achtige kleuren werken daar aan de onderkant. Polsteuntje erbij. Ja, dat is een beetje smaakkwestie of je deze wel of niet fijn vindt. Maar voor €160 denk ik wel dat ze hun doel bereiken. En dat is toch een beetje in dat vaarwater van Corsair gaan lopen kutten. Ik denk dat het heel goed gaat daarmee. Ik denk dat ze hier echt wel tegenover een K70 en dergelijke kunnen ze het echt wel opnemen. Oké, nou, mooi duidelijk verhaal, Tom. Alsjeblieft, Peter. Wil je echt alles weten over dit toetsenbord? Staat er ook nog een mooi geschreven review voor je klaar op gamersnet.nl met alle specs op een rijtje. Lees dat vooral, check dat vooral en sowieso over al je gamingnieuws en tech. Gamersnet.nl, dankjewel. En jullie bedankt voor het kijken en tot heel snel. En sorry dat ik mijn arm over elkaar heb, maar het is heel koud. Oh, is dat het? Ik dacht gewoon dat je heel ongeïnteresseerd was. Nee, helemaal niet. Ik vind het superleuk toetsenbord, maar het is gewoon echt freezing hier. En ik probeer maar de hele tijd die open houding aan te nemen. Ik weet hallo, het wel. Kijkers. Ja, ik had mijn handen ook wel open. Ja. En ik stak net een bepaalde vinger naar jou op. Oh ja, nu zie ik hem. Ja, nu snap ik waar ik sta. Yep.